It's a real honor to be here with friends. Het is echt een eer om hier te zijn met vrienden. With a church that is generous. Met een kerk die gul is. Because you have generous pastors. Want jullie hebben vrijgevige voorgangers. So thank you, Ilona and Peter, for joining with us in the great mission of God. Dus bedankt Peter en Ilona dat jullie samen met ons werken aan de grote missie van God. Yesterday morning we went on the canal with the boat. Gisterenochtend zijn we op de grachten gegaan met een bootje. Beautiful, Rose was our captain. Het was hartstikke mooi en Rose was onze kapitein. And one time we got stuck in the canal like sideways. En op een gegeven moment kwamen we dwars te liggen in de gracht. Zaten we vast. And Peter was in the back pulling and I was pushing in the front trying to turn the boat. En Peter zat achterin aan het trekken en ik zat voorin in de boot om te duwen, kijken of we los konden komen. And then finally we got it straight again. En uiteindelijk lukte het ons om hem weer recht in de gracht te krijgen. And behind us there was a boat line waiting for us to turn the boat. En achter ons was ongeveer een bootfile die wachtte totdat wij weer konden doorgaan. And then once we got it right, I stood up and I looked at the boats waiting. En toen we uiteindelijk weer recht lagen, toen stond ik op en keek ik naar de rij van boten die op ons lag te wachten. And I said, we made it. En ik zei, het is gelukt. At this time, the pole hit me in the head. En precies op dat moment raakte een paal of een brug mij achter from mijn hoofd. The bridge. Van de brug dus inderdaad. I spilled my coffee. En ik liet mijn koffie vallen. Be careful when you celebrate. Dus wees dus voorzichtig wanneer je iets viert. Amsterdam has its ways. Amsterdam is een bijzondere stad. Oh, I'm so happy to be here together with my wife. Ik ben zo blij om hier samen met mijn vrouw te zijn. I brought a picture of our whole family here. Ik heb een foto van mijn hele gezin meegenomen. Our family, we have one daughter and her husband. We hebben één dochter en haar man. Her mom. Man. Man, okay. Not mom. And then we have, my dad is in the middle. En mijn vader zit daar in het midden. Turning 80 years soon. Die binnenkort 80 wordt. My son, 22 years old. Mijn zoon is 22. And then my beautiful wife. En dan mijn prachtige vrouw. As you notice, my wife has a different skin tone than other Swiss people. En misschien valt het wel op dat mijn vrouw een andere huidskleur heeft dan de meeste Zwitserse mensen. I want to show you a video so you understand clearly why she doesn't look Swiss. En ik wil je een video laten zien waarin ook uitgelegd wordt waarom zij niet heel Zwitsers eruit ziet. But before I show you that. Maar voordat ik die video laat zien. I want to tell you that I made a decision when I was young. Dan wil ik je vertellen dat ik een keuze heb gemaakt toen ik jong was. A decision to follow Jesus. Een keuze om Jezus te volgen. This was a decision I made in my heart. Dit was een keuze die ik in mijn hart heb gemaakt. And my dad, he said, if you decide in your heart. En mijn vader zei, als je een keuze in je hart maakt. You also show it with your body by getting baptized. Dan laat je dat ook in je lichaam zien door je te laten dopen. And I love that you guys are baptizing every Sunday here. En ik vind het geweldig dat jullie hier elke zondag dopen. And I said, yes, Dad, I am ready to be baptized. En ik zei, ja, pap, ik ben er klaar voor om gedoopt te worden. My dad said, yes, because if you believe in your heart. En mijn vader zei, ja, want als je gelooft look in je this. Hart. Jesus says, whoever wants to be my disciple must deny himself. Want Jezus zegt, wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen. Take up their cross and follow me. Hun kruis opnemen en mij volgen. And then he took me to a Swiss Alps creek. En toen nam hij me mee naar een stroompje, een klein riviertje in de Zwitserse Alpen. Oh, stroompje. in spring. In de lente. The water was about 8 degrees. Het water was ongeveer 8 graden. I said, Dad. En ik zei, pap. Can we not do this in the summer? Kunnen we dit niet in de zomer doen? Can we not do this in something more warm? Kunnen we dit niet in iets warmers doen? This is painful. Dit is pijnlijk. And he looked at me. En hij keek me aan. He said, son. En hij zei, zoon. This is not cold. Dit is niet koud. Are you ready to suffer? Ben je er klaar voor om te lijden? If you don't get baptized today in this creek. Als je niet vandaag je hier in deze stroom laat dopen. I will never baptize you. Dan zal ik je dus ook nooit dopen. Because this will be the easiest suffering of your journey. Want dit zal het makkelijkste lijden zijn van je hele reis.
I did not quite understand what my dad meant. Ik begreep toen niet helemaal wat mijn vader bedoelde. But I remember I went into that water. Maar ik weet nog dat ik dat water inging. And I went under the water. En dat ik onder water ging. And I felt like dying. En dat het voelde alsof ik stierf. And this was my beginning of my journey as a follower of Jesus. En dit was het begin van mijn reis als een volgeling van Jezus. And as a follower of Jesus, it's not always sunshine and flowers. En als een volger van Jezus is het niet altijd zonneschijn en bloemen. So I was very thankful for my dad who taught me a very important lesson at baptism. Dus ik ben dankbaar dat mijn vader mij een heel belangrijke les heeft geleerd tijdens het dopen. One that I can talk about even many years after. Een les waar ik nog over kan praten, zelfs vele jaren later. Because in our journey as followers, want in onze reis als volgelingen, we will face challenges. Zullen we moeilijkheden tegenkomen. And our family faced a challenge a little bit more than 12 years ago. En mijn familie heeft het heel moeilijk gehad ongeveer 12 jaar geleden. It was the decision to leave everything we have behind us and start something new. Dat was de keuze om alles wat we hadden achter ons te laten en ergens anders opnieuw te beginnen. And it started, God's story started a long time before that. En Gods verhaal begon al veel, veel eerder dan dat. So let's watch this video now. Dus laten we de video bekijken. 50 years ago, my parents abandoned me on the streets in Cambodia, in Phnom Penh, in the capital city. I was malnourished, sick and crying. I was laying on the streets for hours. And then in the morning, a Swiss nurse came by, found me crying. She took me to the hospital where she was working, gave me food and medicine, and tried to find my parents. But nobody was ever there to claim me. So she went to the market, asked around, "Do you know the parents of this baby?" Nobody knew me, nobody knew the parents. So she asked her Swiss friends if they want to adopt a Cambodian girl with black straight hair, always smiling. 10 years ago, we decided to come to Cambodia. We decided to leave everything we had in Switzerland to start the church. It was an incredible journey to not only spread the gospel, but help a lot of people here with the basics, food and health issues and education. And we are excited to now see a church that impacts thousands of people. And we see God's kingdom in Cambodia, and we are thankful to be here and serve here. And we are also honored to be partnering with you to see this ministry grow here in Cambodia. This one nurse only helped one child. You only need to help a little, and so we can do a big impact all together. Yes. Eleven years ago, our family arrived. Dus 11 jaar geleden kwam ons gezin daar aan. People ask, how could you make such a big decision? En mensen vragen, hoe kan je zo'n grote beslissing maken? For us, it was not that big. Voor ons was het niet zo groot. It was just the next decision. Maar het was gewoon de volgende beslissing. When we said yes to follow Jesus, toen we ja zeiden tegen het volgen van Jezus, that was the biggest decision. Dat was de grootste keuze. Every decision after that, en elke beslissing daarna, is the consequence of that big decision to follow Jesus. Was het gevolg van die grote keuze om Jezus te volgen. We started in our little living room. We zijn begonnen in onze kleine woonkamer. And what started with just a few people turned into hundreds of people. En wat begon met maar een paar mensen veranderde snel in een aantal honderden mensen. I don't believe it's because we are so special. En ik geloof niet dat dat is omdat wij zo speciaal zijn. But because we say yes. Maar omdat we ja hebben gezegd. I will follow. Ik zal volgen. I am ready. Ik ben er klaar voor. And today I want to take you into a picture I have in my head. En vandaag wil ik je meenemen naar een beeld dat ik in mijn hoofd heb. As Christians, we choose our membership. Als christenen kiezen we onze lidmaatschap. And I made it very simple because we're all living in the digital era. En ik heb het heel simpel gemaakt omdat we allemaal in het digitale tijdperk leven. Where we have memberships like this. Waar we lidmaatschappen hebben zoals deze. You can use for free. Je kunt het gratis gebruiken.
But usually it sucks. Maar meestal. Then you got a basic plan. Dan heb je een basic plan. You got a standard plan. Een standaard plan. Never take the standard, it sucks too. Neem nooit het standaardplan, het is ook. And then you got the premium plan. En dan heb je het premium plan. With us following Jesus, we also choose. Als volgers van Jezus hebben we ook te kiezen. If you are a non-member. Als je een niet-lid bent. A non-member means you have no personal relationship with Jesus. Dat betekent dat je geen persoonlijke relatie met Jezus hebt. No forgiveness. Geen vergeving. No peace. Geen vrede. No hope. Geen hoop. Always searching. Altijd aan het zoeken. And most of the time in the wrong places. En meestal ook op de verkeerde plekken. This is the non-membership. Dit is het niet-lidmaatschap. And Jesus says. En Jezus heeft gezegd. I am the resurrection. Ik ben de opstanding. And the life. En het leven. Those who believe in me will have eternal life. Zij die in mij geloven zullen eeuwig leven hebben. So Jesus says, you can turn from a non-member into a member. Dus Jezus zegt, je kunt van een niet-lid veranderen in een lid. And the only way is through Jesus. En de enige manier is door Jezus. And then there is the basic. En dan heb je dus het basic lidmaatschap. It's called saved by grace. En dat heet gered door genade. You get one miracle. Je krijgt één wonder. Very short life. Een kort leven. No impact. En geen impact. Okay, this is the situation. Jesus was on the cross. Dit is het geval. Jezus was op het kruis. A sinner left and right. En met zondaars links en rechts van hem. One of them chose to believe. Eén van hen koos om te geloven. And then we read what Jesus says. En dan lezen we wat Jezus zei. He talks to him and says, I tell you the truth. En hij zei, ik zeg u de waarheid. Today you will be with me in paradise. Vandaag zult u met mij zijn in het paradijs. He got one miracle. Hij kreeg één wonder. Very short life. Een heel kort leven. Saved by grace. Gered door genade. I believe in this membership. En ik geloof in dit lidmaatschap. I have seen this. Ik heb het gezien. People give their lives to Jesus just before they pass away. Mensen geven hun leven aan Jezus enkele momenten voordat ze overlijden. God's grace is big. Gods genade is groot. And he saves. En hij redt. But there is no impact with somebody's life like that. Er is geen impact met iemands leven op die manier. This is why I call it the basic. En dat is waarom ik het basic lidmaatschap noem. Then there is the standard. En dan heb je het standaard lidmaatschap. An average Christian life. Een gemiddeld christelijk leven. You get 10 miracles. Je krijgt 10 wonderen. Standard struggles. Gemiddelde moeilijkheden. Medium joy. Een medium vreugde. Medium fulfillment. En een medium vervulling. You get a little impact in this world. Een kleine impact op deze wereld. But worries dominate action. Maar zorgen bepalen je acties. Who do we think of when we think of the standard? Aan wie denken we als we aan het standaard lidmaatschap denken? God fearing men. God vreesende mensen, mannen en vrouwen. For example, Jonah. Bijvoorbeeld Jonah. Jonah loved God. Jonah hield van God. Jonah even heard the voice of God. En hij hoorde zelfs de stem van God. God saying to him, go to the city of Nineveh. En God zei tegen hem, ga naar Nineveh. And preach to them and go to them and share what God wants to say to them. Ga naar ze toe en preek en vertel hen over wat God met hen wil gaan doen. But Jonah said, oh no, I don't want to. Maar Jonah zei, oh nee, dat wil ik niet. This is difficult, this is hard. Dit is moeilijk en dat vind ik niet leuk. I don't like it. Ik vind het niet leuk. I will go to the other direction. Ik ga de andere kant op. I will go another way. Ik ga de andere kant op. Because God, I am on that standard plan. Want God, ik zit op het standaard lidmaatschap. I am not ready to go all in. Ik ben er niet klaar voor om helemaal te geven. And God brought some fish and some things in his life to turn him around. En God bracht wat vissen en wat andere dingen in zijn leven om hem om te draaien. God does not give up so quickly. God geeft niet zo snel op. If God calls us for something great, he does not quit so easily. Als God ons roept voor iets groots, dan geeft hij ook niet zomaar op. And God came to Jonah. En God kwam bij Jonah. And says, you have a chance to upgrade. En hij zei, je hebt een kans om te upgraden. Jonah went to the city of Nineveh. En Jonah ging uiteindelijk wel naar Nineveh. But he did not like it. Maar hij vond het nog steeds niet leuk. And he was not happy. En hij was niet blij. But
when he preached, a revival broke out. Maar toen hij daar preekte, brak er een opwekking uit. This was the first revival outside of the Jews. En dit was de eerste opwekking die buiten de Joden plaatsvond. The first revival in another city. De eerste opwekking in een andere stad. The whole city, including the king, turned to God. De hele stad, inclusief de koning, draaide zich naar God toe. The biggest revival. De grootste opwekking. And Jonah did not enjoy it. En Jonah genoot er niet van. He went underneath the tree. Hij ging onder een boompje zitten. And said, God, please let me die. En hij zei, God, laat me sterven. I did everything you wanted me to do, but I don't enjoy it. Ik heb alles gedaan wat u van me vroeg, maar ik heb er niet van genoten. He could not celebrate the miracles. Hij kon niet de wonderen vieren. In the standard plan, we always have medium joy. In het standaard lidmaatschap hebben we altijd een gemiddelde vreugde. But there was the opportunity to upgrade. Maar toen was er de kans om te upgraden. What is the upgrade to premium? En wat is dan die upgrade? Premium is an all-in lifestyle. Dat is een levensstijl waar je helemaal in bent. Unlimited miracles. Onbeperkte wonderen. A life full of adventure. Een leven vol met avontuur. Yes, there is also persecution in that plan. Ja, er zit ook vervolging in dat plan. Unlimited joy. Maar onbeperkte vreugde. Maximum impact in this world. Een maximale impact op deze wereld. Endless challenges and victories. Eindeloze moeilijkheden en overwinningen. When I think about who lived on that premium plan. En als ik nadenk over wie er op dit plan heeft geleefd. I think of David. Dan denk ik aan David. When he was a young boy. Toen hij een jonge man was. Taking care of the sheep. En voor de schapen zorgde. It doesn't matter what he was doing, but he knew I am on the premium plan. Het maakte niet uit wat hij moest doen, maar hij wist dat hij op het premium plan zat. He had 100 sheep. Hij had 100 schapen. But there was the lion who wanted to come and eat the sheep. Maar daar kwam een leeuw aan die de schapen wilde opeten. But he was on that premium plan. Maar hij zat op het premium plan. That I am responsible for every sheep. Hij zei, ik ben verantwoordelijk voor elk schaapje. And I will not feed the lion with my sheep. En ik ga niet de leeuw voeren met mijn schapen. So he fought the lion. Dus hij vocht met de leeuw. Completely unnecessary. Totaal onnodig. Feed the lion. Voed die leeuw. No, he was doing his job. All in. Nee, hij deed zijn werk en hij ging er helemaal voor. Risking his life. En hij riskeerde zijn leven. Going out of the comfort zone. En hij ging uit zijn comfortzone. And then the bear comes. En toen kwam er een beer. And he again. En weer. He's on that premium plan. Hij zit op het premium plan. All in. Helemaal ervoor gaan. He goes and visits his brothers in the war. Op bezoek bij zijn broers die in de oorlog meevechten. He sees the giant Goliath. Hij ziet de reus Goliath. The biggest warrior of this world. De grootste strijder, soldaat van deze wereld. And he says, let me fight. En hij zegt, laat me met hem vechten. Everybody wanted to know why you? En iedereen wilde weten waarom jij? And he says, I am on that premium plan. En hij zegt, ja, maar ik zit op het premium plan. It's unfair. Het is oneerlijk. Goliath has no chance. Goliath maakt geen kans. Because David knew he was all in. Want David wist dat hij er helemaal voor ging. Just like Paul who says, if I die, I win. Net als Paulus die zegt, als ik sterf, dan is dat winst voor mij. Let me go. Laat me gaan. Because I will come in the name of God. Want ik kom in de naam van de Heer. In the power of God. In de kracht van God. With the calling of God. Met de roeping van God. Even if the valley is dark. Zelfs al is de vallei donker. My God is with me. Is mijn God met mij. Who shall I fear? Wie zal ik vrezen? This is the premium plan. Dit is het premium plan. You know who else was on that premium plan? Weet je wie nog meer op dit plan zat? Moses. Moses. When he realized that he was a Hebrew. Toen hij realiseerde of erachter kwam dat hij een Hebreeuw was. He wanted to do what was right. Wilde hij doen wat goed was. And then he saw the conflict. En toen zag hij de moeite waar ze doorheen. He stepped in. En hij stapte erin. And he killed. En hij vermoordde zelfs. Because he was passionate. Want hij had passie. But then fear came into his heart. Maar toen kwam angst in zijn hart. So he went from that premium plan to the standard plan. Dus hij ging van het premium plan weer terug naar het standaard plan. There is always a reason why we downgrade. Er is altijd een reden waarom we weer downgraden. The price on the premium plan is very high. De kosten van het premium plan zijn heel hoog. Jesus did not make a secret about that. Jezus maakte daar geen geheim van. If you follow me. Als je mij volgt.
Be ready to suffer. Wees dan klaar om te lijden. It will not be easy. Het zal niet makkelijk zijn. You may want to downgrade to the standard. Misschien wil je wel downgraden naar standaard. To that standard plan where it's just a standard Christian life. En naar het standaard plan waar het gewoon een gemiddeld christelijk leven is. And then Moses went into the desert. En Mozes ging de woestijn in. He took an out time. Hij heeft een even pauze genomen. Married a village girl. Hij trouwde met een dorpsmeisje. And took care of the sheep in the mountain. En hij zorgde voor de schapen in de bergen. Hiding, relaxing, living his standard plan. Verstoppen en relaxen en gewoon het standaard leven. I'm sure he was sitting somewhere on a rock with the sheep. En ik kan me voorstellen dat hij op een rots zat met de schapen om zich heen. Singing a worship song. Een beetje aanbidding aan het zingen. God was there with him. En God was daar met hem. He was living that plan for 40 years. Hij leefde op dit plan voor 40 jaar. But there is always a moment to upgrade. Maar er is altijd een moment waar je kunt upgraden. So God came in with the burning bush. Dus God kwam daar binnen met de brandende braamstruik. It's like that pop-up. Upgrade now. Het is net als zo'n pop-up op je scherm waar staat upgrade. Upgrade now. It's never too late to upgrade. Het is nooit te laat om te upgraden. You may be old. Misschien ben je oud. 80 years old. 80 jaar. Boom. Never too late to upgrade. En dan krijg je een pop-up. Nee, het is nooit te laat om te upgraden. There is always time to go on that premium plan. Er is altijd nog tijd om op dat premium plan te gaan. And we know what happened with Moses. En we weten wat er gebeurde met Moses. He went back to face his greatest fears. Hij ging terug om zijn grootste angsten in de ogen te kijken. And God used him to set his people free. En God gebruikte hem om zijn mensen vrij te zetten. And he led them all the way just before the promised land. En hij leidde ze de hele weg tot vlak voor het beloofde land. And then Joshua went with the people of Israel into that promised land. En toen ging Joshua met Gods volk het beloofde land in. Many battles, many victories. Veel strijd, veel oorlogen, maar ook heel veel overwinningen. They were living in a land where they ate fruits of trees they did not plant. Ze leefden in een land waar ze vruchten aten van bomen die ze niet zelf geplant hadden. And God is speaking to those people. En God spreekt tegen die mensen. Say, guys, you are back on that standard plan. En hij zegt, jongens, jullie zijn weer terug op het standaard plan. You're enjoying your life. Je geniet van je leven. That's good. En dat is goed. But don't forget. Maar vergeet niet. There is still the premium lifestyle. Dat er ook nog een premium levensstijl is. And then Joshua says, because God talked to him. En dan zegt Joshua, want God sprak met Joshua. You must choose for yourself. U moet voor uzelf kiezen. What plan you want to be on? Op welk plan je wil zitten? You must choose your membership. Je moet je lidmaatschap kiezen. And Joshua said, "For me and my family." Maar Joshua zegt, voor mij en mijn gezin. I am on that premium plan. Wij zitten op dat premium plan. On that all-in lifestyle. Die leefstijl waar we helemaal ervoor gaan. I throw out everything that does not belong to that lifestyle. Ik gooi alles weg wat niet bij die levensstijl hoort. And I love this illustration. En ik hou van deze illustratie. Because it helps us understand what happens. Want het helpt ons om te begrijpen wat er gebeurt. When we are on that premium lifestyle. Als we op zo'n premium levensstijl zitten. One of our kids that came to our youth kids church was only 10 years old. Een van de kinderen die naar onze kinderkerk kwam was maar 10 jaar oud. I have a picture here of his family. Ik heb hier een foto van zijn gezin. 2016, he came to the church as a 10-year-old boy. In 2016 kwam hij naar onze kerk als een 10-jaar-oud jongetje. His parents are very religious and into Buddhism. En zijn ouders zijn heel religieuze boeddhisten. So they did not join, but he joined alone. Dus zij kwamen niet met hem mee, hij kwam alleen. As he came, grew up, he loved Jesus very much. Terwijl die ouder werd, hield hij veel van Jezus. And he prayed for his mother and father. En hij bad voor zijn ouders. His siblings already became Christians, but his mother and father were not yet Christians. Zijn broers en zussen waren ook al inmiddels christen geworden, maar zijn ouders nog steeds niet. And then he says, God, how can I invite them to get to know you? En hij vraagt aan God, hoe kan ik hen uitnodigen zodat zij u leren kennen? During a youth service,
He had the idea. Tijdens een jeugddienst kreeg hij een idee. I will stand in the middle of my room. Ik ga in het midden van mijn kamer staan. Middle of our living room. In het midden van onze woonkamer staan. And I will read loud from the Bible. En ik ga hardop voorlezen uit mijn Bijbel. He took all his courage. Hij heeft al zijn moed gepakt. Because he knew his mother did not want that. Want hij wist dat zijn moeder dat niet wilde. So he started to read from his online Bible. Dus hij begon te lezen van zijn online Bijbel. And then his mother heard. En zijn moeder hoorde dat. Said, "What are you reading?" En ze vroeg, wat ben je aan het lezen? And he says, "I'm reading the Bible." En hij zegt, ik lees uit de Bijbel. And his mom says, "Read louder. I want to hear what it says." En zijn moeder zegt, lees eens harder, want ik wil praat eens harder, want ik wil horen wat je louder. Dus hij begon harder het voor te lezen. The next day again. En de volgende dag weer. The next day again. En de volgende dag weer. For 2 weeks. Voor 2 weken. He would stand in the middle of his house and read from the Bible. Stond hij midden in zijn huis en las hij voor uit de Bijbel. And then his mother said, "I want to come to church this Sunday." En zijn moeder zei uiteindelijk, ik wil zondag met je mee naar de kerk. He brought his mother to the church. Hij bracht zijn moeder mee naar de kerk. On that Sunday. En op die zondag. She gave her life to Jesus. Gaf ze haar leven aan Jezus. And she asked her husband to come as well. En zij vroeg haar man om ook een keer mee te komen. And her husband, he cannot speak. En haar man heeft iets waardoor hij niet kan spreken. Because a few years ago he tried to hang himself. Want een paar jaar daarvoor had hij geprobeerd zichzelf op te hangen. But it was not successful. Maar het was dus niet succesvol. So he lost his voice. Dus hij is zijn stem verloren. He came to the church with her. En hij kwam naar de kerk met haar mee. And both of them came to the front. En beide kwamen naar voren. And here's the picture. En hier is de foto daarvan. They said, "Today our whole family is following Jesus Christ." En ze zeiden, vandaag is de dag dat ons hele gezin Jezus volgt. 10-year-old kid. Een jongetje van 10 jaar oud. Becomes a teenager. Wordt een tiener. Is on that all in plan. En die zit op dat premium er helemaal voor gaan. Yeah, the premium plan. You're right. That premium plan. And then a few weeks later. En dan een paar weken later. This is a picture of his mother being baptized. Dit is een foto van dat zijn moeder gedoopt werd. Both of them are baptized now. Beide the whole zijn family. Inmiddels gedoopt. Het hele gezin. What it means in Cambodia to follow Jesus. Wat het betekent in Cambodja om Jezus te volgen. Is a little bit different than here. Is een klein beetje anders dan hier. Because if you don't follow Jesus, you are following Buddha. Want als je Jezus niet volgt, dan volg je Boeddha. That means in front of your house you have an altar. Dat betekent dat voor je huis je een altaar hebt staan. It's like if every Christian has a cross in front, right there at the driveway. Het is alsof elke christen in zijn oprit een kruis heeft staan. But in Cambodia there is this altar in front of your house. Maar in Cambodja heb je een altaar voor It je huis looks staan. Like this. En het ziet er zo uit. And when somebody decides to follow Jesus on that premium plan. En als iemand kiest om Jezus te volgen op dat premium plan. So all the friends, they will come there and they will start destroying that altar. Komen alle vrienden daar naartoe om dat altaar af te breken. And they will hit this altar into very small pieces. En ze blijven slaan op dat altaar totdat het in heel kleine stukjes is gebroken. What moved my heart the most is. Wat mijn hart zo raakte. Not that they are clear and radical and committed. Niet dat ze helder en radicaal en toegewijd zijn. And all my neighbors will now know there is no more altar in front of my house. We serve a different God. En dat al mijn buren zullen weten dat ik een verandering doormaak en dat ik in mijn huis Jezus zullen volgen. But they take the little rocks. Maar ze nemen het grind wat overblijft. And they fill up the driveway to the house. En ze vullen daarmee de oprit naar hun huis. So the neighbors can more easily come to our house. Zodat de buren nog makkelijker naar ons huis toe kunnen Because komen. Because we have now decided to follow Jesus Christ. Want wij hebben er nu voor gekozen om Jezus Christus te volgen. And for me this picture really touches my heart so much. En dat dit beeld raakt mijn hart zo. Our past. Ons verleden. Our mistakes. Onze fouten. Are making a way. Zorgen maken een weg. For our testimony to the people that we preach to. Onze getuigenis aan de mensen aan wie wij spreken. Amen. It's so good. This is a picture of our kids' church. Dit is een foto van onze kinderkerk. About 700 kids sitting on the bleachers. Ongeveer 700 kinderen die op de tribunes zitten. And they hear the gospel. En ze horen het evangelie. Week after week after week. Week na week na week. And every now and then our
kids pastor asks who wants to give their life to Jesus. En om de zoveel tijd vraagt onze kids pastor wie van hen hun leven aan Jezus wil geven. Come to the stage. En kom dan naar het podium toe. And then you see maybe 100 kids coming to the stage. En dan zie je misschien wel 100 kinderen die het podium op. And the opkomen. Other 600 kids on the bleachers. En de 600 kinderen die op de tribunes blijven zitten. They stretch zitten, out their little hands. Die strekken hun kleine handjes uit. And pray for their friends on the stage. En bidden voor hun vriendjes die op het podium staan. They are asking Jesus to come into their life. En ze vragen Jezus om in hun leven te komen. What God is doing, wat God aan het doen is, is reviving a new generation. Is een nieuwe generatie aan het opwekken. When we are there, there is tears in our eyes. Als wij daarbij zijn, dan hebben we tranen in onze ogen. For a kid to decide to follow Jesus. Voor een kind om te kiezen om Jezus te volgen. It's not easy. Dat is niet makkelijk. There will be suffering. Er zal ook lijden bij komen kijken. Because there is still very Buddhist culture. Want de cultuur is nog ontzettend boeddhistisch. And it will take many challenges to stand up for their faith. En ze zullen veel problemen tegenkomen als ze willen opstaan voor hun geloof. So they join right directly into that premium plan. Dus zij stappen bijna vrijwel direct in het premium plan. And I believe that these kids will be the ones that will bring revival to Cambodia. En ik geloof dat dit de kinderen zijn die opwekking gaan brengen naar heel Cambodja. I mentioned that it's also persecution time sometimes. En ik noemde net dat er ook af en toe vervolging bij zal zitten. We love to hear the great stories. We houden ervan om die geweldige verhalen te horen. David against Goliath. David tegen Goliath. But there is always suffering and persecution. Maar er is altijd lijden en vervolging. And as long as we always experience some suffering, we know we are on the right path. En zolang we ook vervolging of lijden meemaken, weten we dat we op het juiste pad zitten. Here is a picture of our campus. Dit is een afbeelding van onze campus. Over the past 6-7 years, we built a campus where hundreds and thousands of kids come and enjoy and hear about God. Over de afgelopen 6-7 jaar hebben we dit campus kunnen bouwen waar honderdduizenden kinderen kunnen komen om over Jezus te horen. And a few years ago we realized our rental contract ends. En een paar jaar geleden realiseerden we ons dat ons huurcontract ging aflopen. It ends soon, so we need to extend. Het kwam snel dichterbij, dus we moesten het verlengen. Actually better would be if we could buy the land. Maar het zou eigenlijk nog beter zijn als we het land kunnen kopen. So I approached the owner of the land. Dus ik benaderde de eigenaar van de grond. Can we buy the land? En kunnen we dit stuk grond kopen? And then he says, "Oh, that's I don't want to." En hij zei, "Oh, dat wil ik niet." Can we rent for long term? En ik vroeg, kunnen we het lange termijn huren? No, I don't want to. Nee, dat wil ik ook niet. You know, the good thing is when we follow Jesus, we always have a secret weapon. Weet je, het gaaf is als we Jezus volgen, hebben we altijd een geheim wapen. Our team, we went on our knees. Dus ons team, we gingen met elkaar op onze knieën. Let's pray. Laten we bidden. We prayed. En we baden. God, let us buy the land. God, laat ons dit stuk grond kopen. This is option A. Dit is optie A. You can do anything. Move. U kunt alles doen. Beweeg. Nothing happened. En niks gebeurde. Nothing happened. Er gebeurde niks. We fasted more. We gingen meer vasten. We prayed, God, make a way. En we baden, God, zorg voor een weg. In the back of our head, always know option B is not what we want. Option A, come on, this is the way. Kom op, optie A. We weten in ons achterhoofd dat optie B eigenlijk niet is wat we willen, maar dus optie A. Clearly, that door closed. En die deur ging heel duidelijk dicht. Okay, rent. Okay, huren. Not as good, but let's. Let's go. Niet even goed, maar oké, laten we ervoor gaan. Door closed too. En die deur ging ook dicht. And you know, sometimes when you're on the journey with God, you always feel like there's an option C. En soms als je op de reis bent met God, dan weet je, oh, misschien is but er you're ook like, een optie C. No, this cannot be from God. En je dan denk je, nee, dat is niet van God. No, God wants, you know, the good things, the good plan. Nee, God wil het goede voor ons, het goede plan. Option C. Nee, optie C. C sucks. C is not what we want. Is niet wat we willen. A closed, B closed. A ging dicht, B ging dicht. Oh. We move from the land. We start all over again. We moeten verhuizen van de grond en we moeten helemaal opnieuw beginnen. God, this is your plan. God, dit is toch uw plan. Whatever you want. Wat u ook wil.
In 4 years we are off this property. Binnen 4 jaar moeten we van dit stuk grond af zijn. And it was very difficult. En het is erg moeilijk. To handle this emotionally. Om hier emotioneel goed mee om te gaan. With our team, with everybody that brings so much effort. Met ons team en iedereen die zo hard meewerkt. To say okay. Om te zeggen okay. God, you build your house. God, u bouwt uw huis. Let us go on a new journey. Laten we op een nieuwe reis gaan. I want to stay on that premium plan. Ik wil op dat premium plan blijven zitten. And now we are looking to move in 4 years. En nu kijken we ernaar om te verhuizen binnen 4 jaar. I am fine. En het gaat goed. Because I know. Want ik weet. It doesn't matter where we are at. Het maakt niet uit waar we zijn. All I can choose is what membership I have. Alles wat ik kan kiezen is welk lidmaatschap All ik heb. All you can choose is what membership you have. Alles wat jij kunt kiezen is welk lidmaatschap je neemt. When I look at my family. Als ik naar mijn gezin kijk. I see some decisions, very simple. Zie ik een paar beslissingen, sommige heel simpel. My dad in the middle. Mijn vader daar in het midden. When he was 18 years old, he decided to follow Jesus. Toen hij 18 was, besloot hij om Jezus te volgen. He got kicked out by his parents. En hij werd door zijn ouders het huis uitgeschopt. Because of his faith in Jesus Christ. Vanwege zijn geloof in Jezus Christus. And he went to start several churches, Bible schools and also ICF. En hij ging om verschillende kerken te starten en bijbelscholen en dus ook ICF. Since 18 to 80 he is on that premium plan. Vanaf zijn 18e tot zijn 80ste zit hij al op dat premium plan. My daughter. Mijn dochter. She finished her education in Switzerland. Ze heeft haar opleiding afgerond in Zwitserland. She's coming to Cambodia to serve. En ze komt nu naar Cambodja om te dienen. I am very, very thankful. En ik ben erg, erg dankbaar. Because the Swiss lifestyle offers a lot. Want het Zwitserse leven biedt heel veel. But she chooses to follow God. Maar ze kiest ervoor om God te volgen. And she knows what price it costs. En ze weet welke prijs, wat voor prijskaartje daaraan hangt. And then our young son, he's 22. En dan onze jonge zoon die 22 he is. He finished his apprenticeship as a computer scientist. Hij heeft zijn stage afgerond als een computerwetenschapper. And he says, I want to study more, but I earn now money. I can do something. En hij zegt, ik wil nog verder studeren, maar ik verdien nu geld, dus ik wil iets doen. And he calls me and says, I have 2 child sponsorships. En hij belt me en hij zegt, ik heb 2 kinderen die gesponsord kunnen I worden. I said, this is awesome. En ik zeg, oh, dit is geweldig. Because you are living an example. Want je bent een levend voorbeeld. And I love that we can choose our membership. En ik hou ervan dat we ons lidmaatschap kunnen kiezen. God never forces. God forceert nooit iets. Dare to follow Jesus all in. Heb moed om Jezus helemaal te volgen. And experience premium fulfillment. En ervaar het premium, de vervulling. You choose. En jij mag kiezen. I choose. Ik heb gekozen. Let us stand for a moment. Laten we met elkaar gaan staan. You as individual, close your eyes. En ieder individu hier, sluit je ogen. What will you choose? Wat ga jij kiezen? What membership do you want? Welk lidmaatschap wil je? If you never accepted Jesus in your life, you can do this right now. Als je Jezus nog nooit hebt geaccepteerd in je leven, dan kun je dat op dit moment doen. Jesus, come into my life. Jezus, kom in mijn leven. Forgive me of my sins. Vergeef me van mijn zonden. I believe you are the Son of God. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. I want to follow you. En ik wil u volgen. You joined the membership. Nu ben je lid geworden. The devil wants to keep us on that standard plan. De duivel wil dat we op zo'n standaard plan blijven hangen. He wants to keep us on that medium joy. Hij wil dat we een medium vreugde ervaren. Medium fulfillment. Medium vervulling. If I come to the church once a month, that's okay. Als ik 1 keer per maand naar de kerk kom, dan is dat okay. I don't need to be so extreme. Ik hoef niet zo extreem te zijn. And right now I feel the Holy Spirit is talking to you. En op dit moment ervaar ik dat de Heilige Geest spreekt tot jou. Because the joy and fun and excitement is always on the premium plan. Want de vreugde en de opwinding van is altijd op het premium plan. Yes, there is suffering, but there is miracles. Ja, er is ook lijden, maar er zijn ook wonderen. There will be disappointments. Ja, er is teleurstelling. But there will be victories. Maar er zullen overwinningen zijn.
And our purpose is to serve Jesus all in. En ons doel is om Jezus helemaal te volgen. If you want to go on that premium plan, just raise your hand now. Als jij dat premium lidmaatschap pray wil, with me. Steek dan je hand op and en say, Jesus, met mij. I want to be on that premium plan. En zeg, Jezus, ik wil met u op dat premium plan zijn. I want to be on that all-in lifestyle. Ik wil dat zo'n leefstijl hebben. No matter what. Het maakt niet uit wat er gebeurt. I choose. Ik kies ervoor. To go all in. Om helemaal ervoor te gaan. No matter what people say. Het maakt niet uit wat mensen zeggen. No matter the persecution. Het maakt niet uit of ik vervolgd word. I want to be all in. Ik wil er helemaal voor. And I will decide. En ik zal kiezen. To no longer be standard. Om niet langer standaard te zijn. And go all in. Maar er helemaal voor te gaan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Amen. 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 Amen.